ja, ik mag volgend jaar zeker in actie komen. Maar ja, niemand weet hoe volgend jaar eruit gaat zien. Dus als mensen vragen, wil je door volgend jaar? Dan zeg ik, ja, maar hoe ziet volgend jaar eruit dan? Wat betekent doorgaan? Hoeveel toernooien ga ik spelen? Het is vooral vervelend dat nu nog de US Open, ja, het voelt eigenlijk als boven mijn hoofd hangt. Want eigenlijk is het gewoon onverantwoord om te gaan spelen en ben ik het ook niet van plan op dit moment. Tenzij er heel veel verandert, ga ik niet naar New York. Maar het zou heel fijn zijn als er gewoon duidelijkheid over was van welke toernooien gaan nou wel plaatsvinden en welke niet. Want dat misschien, ja, daar kun je je toch heel moeilijk op voorbereiden.